Hallo familie, daar ben ik dan. Verrassing, ja, je verwacht me natuurlijk niet op zaterdag. Maar wat tof dat je kijkt naar deze hele speciale extra video. Ik weet niet precies wat dit was, maar het voelde goed. Ik heb deze extra video omdat ik samen met jullie wil gaan vieren dat de kaartverkoop van mijn theatershow Virtue Life nu, maar dan ook echt letterlijk nu is begonnen. Oh my god, als jullie dit zien, staat het live. Als je nu al direct je kaartjes wil bestellen, check dan eventjes de link in de, je weet wel, en in de beschrijving natuurlijk. Ik ben hier al zo ontzettend lang mee bezig en ik had eigenlijk op een gegeven moment ook nooit meer verwacht dat ik dit ooit nog zou gaan zeggen. Wow, dit klinkt ineens heel emotioneel. Wacht, laten we hier meteen even een goede klikbare thumbnail voor maken. Oké. Ik had nooit verwacht dat ik dit nog zou zeggen. Mocht je dit dus gemist hebben, afgelopen donderdag heb ik in mijn video bekendgemaakt dat na 2 jaar... Oh my god, de tijd gaat zo snel. Maar na 2 jaar is mijn theatershow Virtue Life weer terug in de vorm van... Virtue Life 2! Wat een originele naam. Dankjewel. Veel te aardig, ga zitten allemaal. Wil je erbij? Nou, dan gaan we gewoon even zo verder vertellen. Maar de eerste Virtue Life Show was zo'n groot succes. Ik heb meer dan 10.000 van jullie toen gezien. Wat echt onwerkelijk nog steeds is. En zoveel van jullie hebben gevraagd naar een vervolg of een deel 2. En nu is die er dus. Want Virtue Life 2 is komende, wanneer? Komende voorjaarsvakantie, hè? Ja. Dankjewel. Komende voorjaarsvakantie te zien samen met Thomas, Richard en Denise. Paco, je wordt een beetje groot. Maar het is wel gezellig, hè? Maakt niet uit dat je groot bent. Ik bedoel het niet. Ben je nu beledigd? Oh, heb ik je nu gekwetst? Het is niet erg dat je groot bent, hè? Ik ben ook groot. Alsof ik een koe vast heb. Maar met ons viertjes, check ook gelijk even de poster hier, hebben we een compleet nieuwe show. Een nieuw verhaal. Nou, letterlijk gewoon alles is nieuw. We gaan dus 3 shows doen op 3 hele centrale plekken. Namelijk het Beatrix Theater in Utrecht, het Chassé Theater in Breda. En er is ook nog eens een keertje een try-out in de Lievekamp in Os. En dat zal dus allemaal in de voorjaarsvakantie zijn van 2020. Ik zal alle data nog eens een keertje hier zetten. Het is in ieder geval in februari. En februari 2020 klinkt misschien nu nog heel erg ver weg, maar geloof me, dat is al bijna. En als je er dus ook bij wilt zijn, ga dan nu naar virtuelife.nl om je kaartjes te bestellen. De kaartverkoop is dus letterlijk nu net begonnen. Dus bestel zo snel mogelijk de mooiste kaarten. Mocht virtuelife.nl eruit liggen, geen paniek. In de beschrijving zet ik ook nog eens een keertje linkjes naar de theater zelf en daar kun je de kaartjes dus kopen. Ik heb ook echt onwijs mijn best gedaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden. Dus een eerste rangs kaartje kost €22,50. Maar er zijn ook al kaarten verkrijgbaar vanaf €10,50. En ik verkoop geen dure meet and greet pakket kaarten. Maar er zijn zeker meet and greets die zijn te winnen via Instagram. Als je ons allemaal wilt ontmoeten, dan is het heel erg simpel. Deel gewoon in een leuke post dat je naar Virtue Life gaat. Tag me in je foto of in je fanart. En wie weet krijg je een berichtje dat je een meet and greet hebt gewonnen. Leuk hè, Paco? Dus check gewoon eventjes virtuelife.nl voor alle informatie of de linkjes in de beschrijving. En laat natuurlijk even in de reacties weten waar ik jou ga zien. Kom je naar de show in Utrecht, in Breda of in Os? Ja, en tot zover deze video ook meteen. Het is echt even een korte update video. Donderdag is natuurlijk gewoon weer een normale video. Ik hoop je dan te zien. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan even. Druk op de rode knop onder deze video. Geef de video natuurlijk ook gelijk eventjes een duimpje omhoog. Of een pootje voor Paco. En dan zie ik jullie gewoon donderdag bij een nieuwe video om 4 uur hier zo op mijn kanaal. En natuurlijk in februari bij Virtue Life. Maar tot die tijd, stay firmless. Doei doei. Mwah. Doei iedereen. Ik ga lekker slapen. Dacht ik zeg het maar even voor Paco. Ik ga maar lekker slapen. Ja, op mij. Leuk. Ik kan nergens mee. Wordt het toch nog een lange video? Ja. Slaap lekker, Paco. Mag ik nog opstaan? Nee? Oké. Nou, slaap lekker. Doei.